Als topsporter weet je dat er een keer een einde komt. Je loopt gewoon tegen je fysieke beperkingen aan. Dit is voor mij eigenlijk een soort nieuw Olympisch goud proberen te winnen. Als we voor first echt een wereldmerk zouden kunnen maken, en dat is onze ambitie, en daar gaan we vol voor, dat zou voor mij voelen als Olympisch goud winnen. Hij was sportman van het jaar en won medaille na medaille. Waaronder een gouden op de Olympische Spelen in Vancouver. Maar ja, elke sportcarrière, ja, die houdt een keer op. En wat doe je dan? Mijn gast besloot het roer radicaal om te gooien en begon een eigen kauwgommerk. Waarom kauwgom en het leven na topsport? Daarover spreek ik met mijn volgende gast, Mark Tuitert. Mark, welkom. Ja, mooi te zijn. Van schaatsbaan naar kantoorbaan. Ja. Het kan anders lopen in het leven. Ja, ik heb altijd gezegd, ik ga nooit op kantoor werken, want ik ben de vrijheid gewend. Maar ja, je komt vanochtend toch even van kantoor gereden. Ja, we hebben onze maandagmeeting, de maandagochtendmeeting net gehad. Dus ik zit op een kantoor ook. Als je dan er naartoe rijdt, denk je dan van, wel is van, ja. waarom ben ik hier? Nou, uiteindelijk kom je erachter dat het heeft niet zozeer met een kantoor te maken, want om daar te zitten met een team en met mensen keihard te werken en te knokken. En dat is heel inspirerend, dat is heel gaaf. Eigenlijk is dat een beetje zoals met een sportteam een doel willen halen. Alleen nu doe je het echt samen en iedereen moet het echt doen. Ik was natuurlijk ook individueel sporter. Dus dat maakt het heel leuk. Dus ik zie het niet als van ik moet naar kantoor. Ik heb vrijheid en autonomie zijn voor mij heel erg belangrijk. En daarom ben ik eigenlijk gaan ondernemen. We gaan zo meteen even hebben over de wonderenwereld van kauwgom. Ja. Maar ik was eerst nog even benieuwd van naar dat moment. Op een gegeven moment, je bent jarenlang topsporter. Daar doe je alles voor in je leven. En dat besluit je op het moment, jij in 2014 was het, toen je Tielhof, dat je het bekend maakte van ik ga stoppen. Ja. Hoe is het om naar zo'n moment toe te gaan? Als topsporter weet je dat er een keer een einde komt. Je loopt gewoon tegen je fysieke beperkingen aan. Je weet gewoon, je hebt een einddatum en dan is alles klaar. En daar werk je naartoe. Nou, het is best wel een hard besef, maar dat besef weet je. Dat weet je als je begint. Ja. Ik heb ooit een documentaire gezien over Jimmy Page. Hè? Geweldig goede gitarist van Led Zeppelin. Ik hou van gitaarmuziek. Ja, en die op zijn 70ste speelt hij nog gewoon gitaar. Op een hele mooie manier. Weet je, alle skills die je hebt geleerd, die zijn eigenlijk weg of nutteloos. Ja, ik doe commentaar bij de NOS. Dus ja. Ik heb er wel verstand van en dan kijk ik ernaar. Maar je doet het niet meer zelf. En dat is best wel een hard besef. Zeg maar, als je 10, 15 jaar lang ergens keihard aan hebt gewerkt en dat valt allemaal weg. Je bent het, want je leeft het. Het is niet zo dat je naar een baantje gaat en denkt, nou, ik hou op. Je bent dat gewoon iedere dag. Je bent topsporter. En eigenlijk voel ik me in de kern nog steeds een topsporter. Ik ben bovenal, denk ik, topsporter, atleet. Ook al ben ik dat niet meer. Dat voel ik me nog wel. En dat zal altijd zo blijven, denk ik. Dus dat gevoel, je moet een andere lading erin gaan geven. En ik heb daar best wel 2, 3 jaar mee geworsteld. Van ja, wat moet ik doen? Hoe wil ik het doen? Ik ga gewoon ergens werken, heb ik geprobeerd. Ja, dan komt die autonomie alweer bij mij naar boven. Van nou ja, ik wil toch anders doen. En ik had tijdens mijn carrière al altijd het idee, ik wil gaan ondernemen. Ik wil mijn eigen ideeën gaan volgen, mijn eigen plannen. En ik had altijd een boekje bij me waar ik al die ideeën opschreef. En die deed ik dan ook dicht, s'avonds als ik ging slapen. En die parkeerde ik. Met het bewust ook het idee, ik ga er nu niet te veel mee bezig zijn. Want ik wil eerst mijn carrière zo goed mogelijk beleven, succesvol zijn en dan afsluiten. Maar daarna, dan doe ik het boekje open en dan zie ik wel wat erin staat. Heb je hem ook echt doorgebladerd? Ja. Nou, het was grappig zo ben ik ook bij First gekomen, bij de kauwgom. Ik heb ooit opgeschreven, naast honderden andere ideeën, dat ik een energy gum, dat ik daar iets mee wilde doen. Want ik was altijd op zoek naar de beste producten om zelf te gebruiken. Hè. Naast gewoon goed trainen, gezond eten, wat de basis is, kijk je ook, waar zit nou het effect in wat je wil? Op een legale manier natuurlijk. Dus je gaat kijken, wat werkt? Nou, cafeïne werkt, hè. We drinken niet voor niks koffie om een opkikker te krijgen. Nou, dat deed ik eigenlijk ook als sporter. Maar ja, dan zit je in een strak schaatspak en dan moet je ook vaak naar de wc van tevoren. Dat is niet ideaal. Kortom, dat wil je niet, want cafeïne via je maag-darmsysteem zoals koffie, maar ook energy drinks, nou, daar zit weer suiker in, wil je ook niet. Koolzuur wil je ook allemaal niet. Dat duurt lang voordat je de cafeïne opneemt, maar cafeïne heeft een opkikkend effect. Dus ik wist dat dat via kauwgom de beste manier was, maar het was nergens te krijgen. Hoe weet je dat dan? Want ik wist er pas van toen ik begon inlezen in dit onderwerp. Nou, er zijn wel meerdere producten geweest op dat gebied. Dus ik wist wel dat het bestond. Alleen, misschien ben ik er ook een beetje een freak in. Ik ga onderzoeken lezen. Ik ga me verdiepen. Wat is nou de beste werking? Hoe zit dat?
Nou, het blijkt dat je de opname via slijmvlies gaat sneller. Dat gaat rechtstreeks eigenlijk via je hersens naar je hele lichaam. Dus als je die kou gewoon koudt, dan krijg je direct via je slijmvlies die cafeïne naar je hersenen. Binnen 5 minuten kou heb je alles binnen. En eigenlijk het kouwen zelf helpt ook al om alert te zijn. En je zei met koffie of met Red Bull of een van die andere merken, is dat niet zo? Maar dat gaat gewoon via je mond? Maar dat is te kort. Dat duurt ongeveer 3 kwartier tot 1 uur. Dus daarna werkt de cafeïne pas. En die kan het niet uit dat drankje halen, je slijmvliezen? Nee, dat gaat niet zo snel. Dat duurt gewoon langer. Dus de opnamesnelheid is veel sneller via gum. En je kan het maken zonder suiker, wat ook fijn is. En je wil niet een piek van suiker en daarna een crash. Dus je kan het zonder suiker doen. Zonder koolzuur. Vegan, glutenvrij, ook, zonder koolzuur. Dus je kan het heel clean maken op puur de werking van cafeïne. En dat wist ik wel. Maar ja, de producten die er waren, die waren... Nou, hoe zeg je het? Nou, gewoon niet zo goed, laat ik het zo zeggen. Gewoon behoorlijk ruk. Ja. Dan gebruiken mensen het ook niet. Het moet ook goed zijn, het moet lekker zijn, het moet werken. Maar goed, je was in die zoektocht naar wat moet ik doen. Je hebt een baan geprobeerd, dat bleek niks te zijn. Je had het boekje nog vast. Ja. Waarom bleef dat idee van die honderden ideeën die erin stonden dan toch hangen? Nou, ik ben een project gaan doen met wielrennen, Amstel Radler Challenge. Ik heb een bedrijfje gehad in distributie en marketing van nieuwe skates in Europa. Dus ik had wel wat dingetjes was ik op ondernemersgebied aan het proberen. Niet altijd even succesvol, maar wel heel leerzaam. En uiteindelijk zit het met ideeën, denk ik, een beetje. Ik had ze in het boekje staan, maar je hebt niet al die ideeën vooraan en paraat. Totdat ik heb een sportsleadership traject gedaan op Nijro. Daar zat ik in een klas met iemand die aan parachutespringen deed. Erwin heet hij. En Erwin die zei tegen mij, maar Mark, ik ken trouwens iemand die is bezig met de ontwikkeling van een energy gum. Ik zo, energy gum? Serieus, meen je dat? Dat is wel grappig. Hey, ik zag verder niks. Ik zei, laat hem maar een keer afspreken. Ja. Dus ik sprak met hem af. Wim, inmiddels mijn compagnon. We doen het met z'n drieën. Hij was al langere tijd bezig met de ontwikkeling van een gum. Ja. En ik zeg, nou ja, maar laat hem eens testen dan. Daarom heb ik ook alle topsporters opgezocht die ik kende. Ik zei, dat is leuk, energy gum. Maar ja, we kunnen het gaan maken, we kunnen het gaan doen. We kunnen first starten wat we gedaan hebben met z'n drieën. Maar ik wil wel even weten of die topsporters het ook echt gebruiken. Ja. Ik ben enthousiast. Maar ik zag heel veel grote namen inderdaad staan die ambassadeur zijn van het merk. Doen ze het dan omdat je ze ook goed kent waarschijnlijk? Ja. Nou, dat is de grote test natuurlijk. Ja. Ik kom natuurlijk makkelijk binnen de topsportwereld. Alleen als topsporters zijn ook heel direct en heel eerlijk hoor. Mm-hmm. Die doen het, als iets werkt, dan gebruiken ze het en dan vinden ze het top. Ze gaan het niet gebruiken omdat jij zo aardig kijkt. Nee, topsporters is heel simpel. Ze willen een wedstrijd winnen. Punt. Ja. Niet mark pleasen. Nee, zeker niet. En dat hoeft ook helemaal niet. Dat moet ook niet. Maar ja, ze gebruiken het. Er is heel veel effect. Hè? Nou, van Mathieu van der Poel is in het wielrennen. Suzanne Schulting in het shorttrack. Ajax. Nederlands elftal heeft laatst bij ons besteld. Dus ik moet zeggen, die adoptie gaat heel goed. En daarom hebben we ons marketingstrategisch hebben we daar ons ook echt op gericht. De eerste anderhalf jaar. Want topsporters, die gebruiken dingen die werken. Niet de andere dingen. Hey, je kan een marketing zo mooi maken als je maar kan verzinnen. Je kan een heel mooi plaatje schetsen. Maar ik wil zeker weten dat die mensen het product echt gebruiken, dat het echt is. Ja. En toen ik dat wist en die feedback kreeg, toen stonden we even van, hey, dit is wel heel gaaf dat we zover zijn. Alleen toen dachten we ook, ja, dat is leuk, topsport, gaaf, atleten ook. Maar ja, uiteindelijk willen we natuurlijk de hele wereld bereiken, de hele massa bereiken van mensen die op zoek zijn naar een alternatief voor een energiedrink, voor een alternatief voor een koffie. Ja, hoe belangrijk ben jij voor het merk als gezicht naar buiten? Ik kan me voorstellen dat het in Nederland heel goed werkt. Ja. Als je overstap naar het buitenland wil maken, misschien dat ze daar merk tutored wat minder kennen. Nee, ik ben in Nederland bekend, maar niet in Duitsland. Het is het volgende land waar we ingaan. Ja. Dat gaat heel binnenkort gebeuren. We doen alles online, alles op onze website. Dus hoe wil je dat dan gaan veroveren? Ja, eigenlijk, ik ken een aantal atleten in Duitsland, doen we dat ook op die manier. Eerst via atleten, maar ook kijken we of we daar partners nodig hebben om op bepaalde gebieden de distributie te kunnen doen. Dus daar gaan we het wel op een andere manier doen. Maar we beginnen wel eerst online en we gaan kijken hoe het gaat. We gaan kijken hoe het werkt. Je bent ook alleen maar online verkrijgbaar. Ja. Terwijl ik me kan voorstellen dat dit ook geweldig werkt bijvoorbeeld voor automobilisten die een beetje moe zijn. Nou, waarom lig je nog niet in de schappen of bij de benzinestations? Eigenlijk krijgen we heel vaak de kans om te gaan. Als wij ja zouden zeggen, zouden we het kunnen doen. Alleen dan gaan we een heel ander spelletje spelen. En dit is, nu kom je best wel in een discussie. Kijk, ik ben sporter en doelgericht. Ik denk van ja, we willen ook gewoon, het is ook deels marketing. Je wil het zien, je wil het product uiten. Zoveel mogelijk plekken dat ding. Ja, gaaf hè. Maar de echte verkoop komt pas door een merk te bouwen. Door dat iets te bouwen wat de mensen snappen. En dat is een kauwgom. En het is niet een kauwgom, het is een energy gum. Ik zeg nu voor het eerst en de laatste keer kauwgom. Het is een energy gum. Het is een kauwgom met cafeïne.
Die je een functional benefit heeft. Dus het is een functional food. Dat moet je uitleggen als je een tankstation binnenkomt of een winkel en dat ligt naast een andere snoepjes. Of snoepjes. Ja. Je, hè, wat is dit voor een snoepje? Of naast een energy drink denk je, hè, wat is dit precies? Dus je moet het uitleggen. Online kunnen we ons eigen verhaal uitleggen. Kunnen we met ons eigen team, een klein team, heel gefocust zijn op online marketing. Mm-hmm. Dus alles wat we doen is marketing, online marketing. En als we ergens anders heen zouden gaan of de distributie breder zouden doen, dan zouden we op de weg moeten, zouden we een sales team nodig hebben, zouden we een heel ander spelletje gaan spelen. Ga je met een schoppenvergoeding werken, ga je naar, noem maar op. Dus we kunnen organisch groeien, klein blijven en alle data krijgen we zelf. En wat ons zo sterkt in het hele verhaal is dat ik zie hoeveel mensen er herbestellen. Nou ja, dat is gewoon gaaf om te zien. Je ziet gewoon, het werkt niet één keer, maar mensen blijven herbestellen. We zijn nu naar een maandelijks abonnement ook. Dus we hebben zoveel dingen nog te testen, te proberen, te vertellen en te zien hoe dat reageert. En als alles naar onszelf toe gaat, dan weten we wat er gebeurt. Ik weet wat de vragen van klanten zijn. Ik weet wat de issues zijn. Ik weet wat er nog beter kan. Ik weet dat de data doet. Dat en is als je in de cool. winkel ligt, ben je natuurlijk allemaal kwijt. Je hebt geen idee wie het koopt. Nee, dan ben je dat kwijt. Dan ben je je verhaal deels kwijt. Dan ben je marge kwijt. Ja. En ik zeg niet dat we dat nooit willen. Hè. Uiteindelijk, we zijn begonnen bij atleten, sporters. We zijn nu eigenlijk in de regio van amateur atleten, mensen die met een gezonde levensstijl, laten we het zo zeggen. Maar daaronder zit natuurlijk wel een hele massa van mensen die gewoon aan het werk zijn en af en toe een energieboost nodig hebben. Onze beste bestellende klanten, dat weet ik online, zijn dan een kinderarts, een advocaat en een piloot. Dat zijn niet de sporters. Nee, dat zijn gewoon mensen die professioneel een topsport leveren. Ja, precies. Die meer uit hun dag willen halen. Wij leveren positieve energie voor iedereen die meer uit zijn dag wil halen. Ja. En hoe zorg je ervoor dat, als het echt een heel groot succes wordt, dat er niet een ik noem het maar even, Sportlife of een andere grote fabrikant komt en denkt, laten we dit ook gaan maken. Ja, nou dat kan. Het is best wel ingewikkeld om dat te doen, weet ik. Want cafeïne en kauwgom krijgen, het is heel bitter. Qua smaak is dat is best wel ingewikkeld. Zou natuurlijk altijd kunnen. Dus dat is voor ons ook de vraag. We houden het nu online, weten we wat er gebeurt, kunnen we controleren. Maar ik sluit niet uit dat we uiteindelijk wel een keer zouden moeten. Of dat we een keer echt de wijde wereld breed ingaan. En dan hoop ik dat we een merk gebouwd hebben. En dat mensen weten waar First voor staat. Dus dat is het. Het is niet alleen een product. Het is ook een merk met wat groter is dan Markt Uit het alleen. Hè? In Nederland ben ik heel belangrijk. Maar voor de hele wereld bouwen we een merk wat gaat om positieve energie. Wat gaat om over 5 tot 10 jaar zou ik fantastisch vinden. Als we op ons kantoor, naast ons eigen kantoor, gewoon een heel centrum hebben met de beste sportwetenschappers, de beste atleten ter wereld die ons merk ondersteunen, die daar komen. En dat we die verhalen kunnen vertellen en kunnen laden via een hele goede contentstrategie. Zodat mensen kunnen leren van wat is nou positieve energie, wat is gezonder leven, meer uit je leven halen. En dat hoeft niet iedere dag broccoli eten te zijn. Hè, dat mag ook gerust met een wijntje of feesten. Maar ook de lessen leren hoe je lichaam werkt. De inspiratie opdoen van de atleten die met ons samenwerken. En die inspiratie en die kennis die daar zit, die zou ik heel graag delen met de rest van de wereld. En dat gaat veel verder dan alleen een gum. Dat gaat over een merk bouwen. En als we dat zouden kunnen doen, met als leidraad ons product, dat is mijn grote droom. Je hebt als topsporter heb je natuurlijk altijd een coach die je helpt. Ja. Die je continu motiveert. Je had laatst nog de coach van Kiki Bertens Raymond Sluiter. Geïnterviewd, zag ik voor je podcast, denk ik dat het was. Ja, voor mijn Drive-podcast. Heb je dat nou ook zakelijk ingezet? Is er iemand die je zakelijk helpt om ook het beste uit je ondernemerschap te halen? Nou, ik heb niet direct een coach. Ik heb wel een aantal vrienden Die in dezelfde situatie als mij zitten. Dan noem het ondernemersvrienden eigenlijk. En mijn beste vrienden eigenlijk. Een van mijn beste vrienden is Freek. Die is financieel verantwoordelijk bij Tony Chocolonies bijvoorbeeld. Daar spar ik. Dat is gewoon mijn jeugdmaat. Dat is mijn beste vriend. En zo heb ik er nog een paar. Hugo de Koning van Young Capital. Rogier, Bram. Daar heb ik gewerkt bij Young Capital. Het eerste jaar. Heel leuk bedrijf. En ik heb heel goed contact nog met die jongens. En weet je, daar ook, daar spar je af en toe wel eens mee. En ik, mijn compagnons ook, we zijn met z'n drieën. En aan de ene kant was ik individueel sporter en ga ik heel graag mijn eigen gang. Hè, die vrijheid en autonomie. Ja. Vind ik fijn. Ik wil soms denk ik ook wel eens, ik wil zelf, ik wil dit, ik wil daar. Maar we komen er toch altijd weer achter dat hoe meer we discussie voeren met z'n drieën, en iedereen komt uit een andere richting en uit een andere hoek. De ene komt uit de extreme sport wereld, de andere uit de dance, entertainment wereld, event wereld, ik uit de topsport. En die discussie en het verschil in inzichten en de verschillende persoonlijkheden, daar heb je eigenlijk nog het meest aan. We zitten alle drie helemaal diep in ons bedrijf. We komen van andere achtergronden. Dat is het meest waardevolle nog, dat je elkaar scherp kan houden. Dat je de discussie ook hard kan voeren en durft te voeren zonder persoonlijke aanvallen te doen.
En die focus, die richting en de discussie daarbij. Ja, dat is gewoon heel gaaf. Dat is echt cool. Dat vind ik leuk aan ondernemen, moet ik zeggen. Dat samen richting bepalen, daar vol gas op geven. En hele heldere, duidelijke keuzes erin te maken. Ik heb tot slot nog één laatst duivels dilemma voor je. Oh god. Nog één keer een Olympisch goud op de baan. Ja, of first als groot wereldmerk. Ja, dat is makkie. Dat laatste. Ja? Ja, first als groot wereldmerk. Olympisch goud heb ik gehaald. Dat was geweldig. Dat was fantastisch. Maar ik dacht er nog over toen ik hier in de auto zat. Hier natuurlijk. Ja, dit is voor mij eigenlijk een soort nieuw Olympisch goud proberen te winnen. Als we voor first echt een wereldmerk zouden kunnen maken. En dat is onze ambitie. En daar gaan we vol voor. Dat zou voor mij voelen als Olympisch goud winnen. Ja. Mark, mag ik je hartelijk danken voor dit gesprek. Graag gedaan. Ja, en jullie bedankt voor het kijken naar een nieuwe aflevering van 7DTV. Wil je nou meer gave ondernemersverhalen zien en leren van mensen zoals Mark? Vergeet je dan niet in te schrijven voor ons YouTube-kanaal, de podcast, de nieuwsbrief, wherever. Je vindt het allemaal op 7DTV.nl. Heel graag tot de volgende keer.